Hoe is het om de bevooroordelingen over jongeren te horen? Ja, bizar. Ja, ik voel me daar eigenlijk, of ik vind me daar zelf nooit zo in. En het zijn van die, er zitten vaak vooroordelen in die niet kloppen, voor een gedeelte kloppen, op sommige mensen. En, ja. Wat zijn die dan? Wat zijn die dan? Het feit dat zeg maar, wij vallen op iedereen. Er zijn toch, en ik denk dat dat zeker voor jongens zo geldt, dat ze denken van, oh, als die maar niet op mij valt, want dat doet hij natuurlijk. Of het feit dat we veel drugs gebruiken, ik weet niet. Is dat zo? Nee. In ieder geval, ja, nee. Nee, dat kan je niet in de algemeenheid zo stellen. Hey joh, hoe ging het op in schooltijd, eigenlijk je coming out op school? Mijn coming out op school? Voor veel mensen helemaal niet verrassend. Ook heel vaak helemaal niet hoeven vertellen in principe. Ik weet niet, ik ben niet de persoon waarvan mensen denken, oh nee, echt? Dus het was voor mij vrij makkelijk. Ook naar vriendinnen toe die zoiets hebben van, ah nou oké, maakt allemaal niet uit. En eigenlijk heel makkelijk voor mij is het geweest. Want ken jij ook andere verhalen waardoor de coming out op school of in het algemeen heel moeilijk is verlopen? Nee, ik kan niet zo bedenken van, dat is echt iemand die er super veel moeite mee gehad heeft of, nee. Kan jij een advies meegeven voor mensen, de jongeren die nu zitten te kijken op tv van, joh, dit en dat kan je het beste doen? Ga naar de persoon die het meest vertrouwt. Begin gewoon langzaam. Probeer niet gelijk alles zo in één keer tegen iedereen te vertellen. Want het is voor jezelf makkelijker om dat langzaam te doen. In ieder geval, zo heb ik dat meegekregen. Van, doe het met stapjes en ja, niet te veel willen in één keer. Wordt homoseksualiteit onder jongeren, bij mannen dan, anders geaccepteerd als bij vrouwen? Ja, denk het wel. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik denk dat het voor jongens makkelijker is bijvoorbeeld om tegen hun vriendinnen te zeggen dat ze homo zijn. Maar veel moeilijker tegen hun vrienden dat kunnen zeggen. Omdat het toch, ja, zeker in je middelbare schoolperiode, heel erg macho gedrag, zeker voor jongens. En dat voor meisjes wel iets makkelijker is, denk ik. Want hoe staan dan de meisjes in het leven? Gaat het dan makkelijker dan bij jongens? Denk ik, ja. Ja, ik denk dat wel. Misschien ook wel doordat ik best wel makkelijke vriendinnen heb gehad. Dus dat ze er niet zo'n heel groot punt van gemaakt hebben. Maar ja, ik denk dat ze daar best wel makkelijker tegenover openstaan. Ja. Nou heb je in Gouda geen informatiepunt, geen uitgaansgelegenheid. Vind jij dat daar meer aandacht aan besteed moet worden? Door de gemeente of door een andere instantie? Als informatiepunt misschien wel. Ik denk dat daar misschien wel behoefte aan is voor veel jongeren die misschien in de kast zitten. Voor uitgaansgelegenheid, ik heb daar geen behoefte aan. Dat is voor mij persoonlijk. Als je dan kijkt naar de totale omvang onder homo-jongeren, denk je dan dat er dan wel behoefte aan is? Ik ben geneigd nee te zeggen, maar ik ga natuurlijk maar met een specifieke groep van mensen om. Dus ja, er zijn wel heel veel mensen die wel heel graag naar homofeesten gaan. Dus ja, ik denk nee. Maar er zit een grote vraagteken achter, laat ik het zo zeggen.